Vandaag ben ik hier in het dorpshuis De Zwaansvoet in Nieuw-Beijeland. Dat allemaal vanwege een expositie. Een expositie van de modelbouwcontactgroep in Nieuw-Beijeland. Ik word rondgeleid hier, wegwijs gemaakt door Bas Pols. Hij is een van de organisatoren hier. Goedemorgen Bas. Goedemorgen, inderdaad een van de organisatoren, want we doen het min of meer met z'n drieën. Hoewel de rest van de contactgroep ook meewerkt hoor, want het is echt niet zo dat het allemaal op onze drie schouders neerkomt. Ik heb begrepen dat je een beetje een rondje wilde gaan maken. Ja, om een indruk te krijgen van de expositie. Zullen we een rondje doen? Prima, dan stel ik voor dat we eerst naar de toneelzaal gaan, laat maar zo zeggen. Daar staan hete luchtmotoren, daar staan stoommachines, daar staan een aantal treinen, boten. Dan kunnen we daarna naar de sporthal gaan, daar wordt hoofdzakelijk gevlogen, er staan ook nog wat treinen. En hier in de hal staan nog wat smalspoormodelbanen en daar zullen we eventueel mee kunnen eindigen. Nou, ik kan niet wachten. Ga maar vast. Koos, wat zien wij hier? Een Engelse machine eigenlijk, die je vroeger in Engeland hebt. Alleen dus heb een 1-cilinder gedraaid en daar heb ik dus een 2-cilinder van gemaakt. Dit is gevonden in een oud fabriekje. Een stel enthousiast in Engeland hebben hem opgeknapt in het echt en later weer in klein gebouwd. En daar heb ik nu een dubbele van gemaakt, dat is de Twin Victoria. Dat zijn modelletjes op zich hè Bas, je zei het net al. Ja, het zijn eigenlijk al eerder, het zijn pronkstukken allemaal, stuk voor stuk. We hebben net een aantal modellen gezien die voornamelijk stoom aangedreven worden. We hebben hier heel iets anders, dat heet de luchtmotor. Jip van der Pols, mede-organisator van dit geheel, die weet er alles van. Dus ik zou eigenlijk kunnen voorstellen dat we het woord aan Jip geven om wat nader toelichting te geven. Ja, Jip, hoe worden deze machines in beweging gebracht? Deze machines zijn hete luchtmotoren. En het woord zegt het al, het gaat dus op hete lucht. We hebben een warmtebron. Die zorgt ervoor dat de lucht in die machines dat die verwarmd wordt. Verwarmde lucht zet uit. En de zuiger die komt omhoog. Bovendien zit daar nog een grote zuiger in die dan de warme lucht omhoog stuwt. Tegen de bovenplaat, die is relatief koud. Dus die lucht die krimpt en die wordt weer kleiner. En de zuiger gaat naar beneden en het vliegwiel zorgt voor een rondgaande beweging. Het vliegen hier van de modelvliegtuig is, dat trekt veel bekijks. Ja, we hebben natuurlijk net wat modellen gezien die op tafel staan. Dit gaat echt de lucht in. En dat is eigenlijk voor het eerst dat we hier indoor vliegen hebben. De modelvliegclub van Hoekse Waard. Rob Swinkels is daar de voorzitter van en die kan er alles over vertellen. Dus ik zou zeggen, Rob, kom er even bij. Hoe lang werk jij aan zo'n helikopter? Nou, tegenwoordig koop je dingen eigenlijk aan het kant-en-klaar, want dat is een hele moderne hype. Indoor zit helemaal, althans, Indoor is helemaal vol mee met dit soort helikoptertjes. En je kan leuk indoor vliegen, onderaan deze hal. En wat is dan toch de lol van, ondanks dat je hem in zijn geheel koopt? Nou, eigenlijk is heel weinig lol aan. Alleen financieel is het zeer aantrekkelijk dat wij momenteel wel moeten doen. Vroeger moest ik het wel allemaal zelf bouwen. In heel veel tijd ging daar onder andere in zitten. Kijk naar andere modellen die onder andere achter ons allemaal staan. Er gaan meer dan van 200-300 uur in zitten. En dat is hier niet nodig. Jij houdt je enkel bezig met het modelbouwen van vliegtuigen? Niet alleen het model bouwen van vliegtuigen, ik heb nog een tweede pasje ook cellen maken van verbrandingsmotoren in deze modelvliegtuigen. Dankjewel. Oh, dankjewel. Ik ga gauw verder, want hij valt bijna weer om. Dank. Uit meer dan alleen vliegtuigen, Bas? Ja, we hebben een aantal aspecten gezien, waaronder dus de lucht. Wat op het land rijdt en beweegt, en dat is het leuke weer van zo'n expositie, dat bewegende, dat trekt altijd toch wel het publiek. Dat zijn de treinen en in dit geval de smalsporen, tram en treinen. Hierachter in de baan van de Gelderse tramwegen, de bouwer is Louis van Rooyen. Die zal daar denk ik het nodig over kunnen vertellen. Ja, Louis, het is dus een bestaand spoor. Ja, dit is naar aanleiding gebouwd van de Gelderse tramwegen in Doetinchem. En
Dit speelt zich af omstreeks de jaren 1930, toen het nog in vol bedrijf was. Ja, het station van Doetinchem op 2 vierkante meter, denk ik. Ja. Hoe lang heeft u hierover gebouwd? Nou, dat is in episodes gebeurd. Het oude emplacement, dat is in 1992 voor het eerst op een tentoonstelling geweest. En naderhand is dus de rest aangebouwd.